Ik ben Bart Wouters, ook gekend als Bart met DT. Vandaag ben ik in Eindhoven en ik heb de eer om een award uit te reiken aan de afgestudeerde fotograaf van Sint Lucas. En deze award is een Bart Godox Pro Kit. Ik ben professioneel fotograaf, dus fulltime fotograaf. En ik hou mij vooral bezig met huwelijken. Dat is sinds een jaar ongeveer wel veranderd. Ik richt me nog meer misschien op bedrijven. Eigenlijk alles wat met portretten te maken heeft. Als het met mensen te maken heeft, zal ik het waarschijnlijk wel doen. Dus ik richt mij vooral op mensen. Als ik mijn fotograaf moet noemen, wil ik mijn fotograaf van mensen noemen. Dus ik ben begonnen met huwelijksfotografie. En ik wou eigenlijk vrij snel met flitsen beginnen werken. Omdat ik heb een flits van in het begin al echt magie gevonden. Je kunt een ganse scène hebben. En afhankelijk van hoe het licht daarin valt, kan die foto gewoon iets totaal anders worden. Je kunt iets heel abstract maken. Ik vind dat je met flits veel meer persoonlijkheid in je foto's kunt leggen. Dat is een persoonlijke mening, maar dat was om mijn stijl te kunnen, om echt een stijl te kunnen maken, had ik flitsen van in het begin al nodig. Daarom dat ik ook heel blij ben dat ik met Godox heb kunnen samenwerken om de Bartkit te maken. Dus Godox was voor mij van in het begin eigenlijk prijskwaliteit het allerbeste merk. Dus daarom dat ik naar Godox ben overgestapt. Als ik een commerciële shoot heb, dan komt een CEO, die wil de foto, maar die willen elke keer een andere achtergrond. Dus ik moet heel snel een locatie kunnen zoeken, ik moet heel snel iets kunnen opstellen. Een statief, dat snel uit elkaar gaat, tot daar aan toe. Maar met flits, Godox werkt altijd al met batterijen, of iets heel snel met batterij beginnen werken. Daarom dat ik met Godox ben beginnen werken. Dus in het pakket zit dan een AD600 Pro. Heel veel kracht voor niet zoveel gewicht eigenlijk. De prijs is trouwens ook heel goed. Wat er nog bij zit is een AD200, dat zijn er twee trouwens dat erbij zitten, met speed brackets die heel handig zijn, weer super snel en je kunt daar heel gemakkelijk een diffuser gaan opzetten. En dan zit er tot slot ook nog een SMDV90 bij, dat is een octabox, dus een softbox die je in 10, 15 seconden kunt opstellen. Dus dat houdt eigenlijk voor mij heel concreet in dat ik eender welke shoot, dat ligt ook altijd in de auto, iemand belt mij, ik moet een shoot gaan doen, ik kan met mijn professionele setup heel snel mijn shoot beginnen doen. Ik kom met zoveel mensen in contact en voor mij persoonlijk, was dat, omdat ik in sociaal isolement heb geleefd, is het feit dat ik met mensen kan praten of kan omgaan met mensen en zoveel mensen die herkennen in mijn job is waarschijnlijk het belangrijkste. En de artistieke beelden volgen altijd, maar het is de beleving van mijn job dat het zo boeiend maakt. Een zevental jaar geleden had ik een camera, ik heb die niet heel vaak gebruikt, maar ik ben eigenlijk gestart met fotografie toen ik in het ziekenhuis lag. En heel concreet heb ik daar ook niet veel herinnering meer van. Omdat die periode was heel zwaar en heel wazig voor mij. Maar één iemand heeft 100 euro betaald voor een foto en dat gaf mij ineens het idee van dat ik misschien toch nog iets kon doen met mijn leven. En nu zijn we 5 jaar verder en één persoon heeft bij mij mijn leven kunnen veranderen. En nog andere mensen natuurlijk ook, maar fotografie in het algemeen heeft ervoor gezorgd dat ik kan blijven leven. Dus als ik één tip kan meegeven, meningen zijn er, meningen gaan er altijd zijn, maar luister gewoon niet naar. Apprecieer ze, doe ermee wat je wilt en gebruik ze om zelf vorm te geven aan je eigen fotografiestijl, want niemand heeft gelijk. Bij het cureren van de foto's ga ik letten op de basiszaken zoals bij fotografie, compositie en licht enzovoort, maar vooral het gevoel. Ik denk dat het gevoel mij moet bevangen. Dus dat is hetgeen waar ik ga het me vooral laten overkomen. En wat ik nog wil meegeven aan de studenten is nog eens hetzelfde. Dus respecteer meningen, maar luister naar niemand. Dus of je nu vandaag de prijs wint of niet. Dus een prijs winnen is maar gewoon erkenning krijgen van mensen die op dit moment bezig zijn, maar die hebben echt geen gelijk. Er zijn zoveel artiesten die tijdens hun leven nooit erkenning hebben gekregen en die... Welkom allemaal bij Panics Foundation. Voor de derde keer mogen we het werk van Sint Lucas, het eindexamenwerk, laten zien. En ik kan niet anders zeggen dan dat het ieder jaar gewoon prachtiger wordt. Ik sta hier met heel veel trots, want mijn studenten hangen hier. En voor hun komt nu best een spannend moment, want er wordt een prijs uitgereikt. Awards kunnen belangrijk zijn als dat past in je marketingplan. Hetzelfde als social media. Ik begrijp dat fotografen heel veel op social media bezig zijn. Ik begrijp ook dat fotografen daar echt geen bal van aantrekken. Het moet gewoon werken voor u. En als je vandaag die prijs wint of als je morgen een prijs wint, super goed bezig. Maar het is niet omdat je geen prijs wint dat je niet goed bezig bent. Dat zegt nog altijd niks. Het is erkenning op een bepaald moment, in een bepaalde tijd door bepaalde mensen.
Maar dat zijn allemaal bepaalde dingen, dus die hebben geen invloed op hoe goed of hoe slecht je bent. Het werd steeds groter en groter. En nu is er een Godox Talent Award in het leven geroepen voor de beste talentstudent. En de prijs wordt uitgereikt door Bart. Ik heb een mail gestuurd naar Disney toen. Ik heb gezegd van, hey, ik snap niet hoe jullie marketing werkt, want ik heb een product, ik heb Godox flitsen. Ik vind die gigantisch goed, maar niemand kent dat. Dus misschien moet je mij gewoon sponsoren, want ik maak wel van reclame. En zo is dat gebeurd. En ondertussen hebben we nu een pakket samengesteld, waar ik zeer fier op ben en ik mag overhandigen aan een van jullie. Dus de winnaar van de award is Roman.